Als scheidsrechter heb je passie voor je sport. En zorg je ervoor dat de regels correct toegepast worden en sporters veilig kunnen sporten. Daarmee ben je een belangrijke schakel in waar sport om draait. Samen plezier beleven, samen presteren. Maar beslissingen van scheidsrechters kunnen veel emotie oproepen. Kritiek of erger nog, gescheld of fysieke dreiging. Dus hoe kun je de spelregels toepassen en toch sportplezier en vaart in het spel behouden? Ik weet hoe het is. Ik ben Sander de Brito Rock, 14 jaar scheidsrechter en op dit moment actief op het hoogste amateurniveau binnen voetbal. Vanuit die praktijk wil ik graag 4 inzichten met je delen die mij hebben geholpen in het fluiten. Structureren, stimuleren, individueel aandacht geven en verantwoordelijkheid delen. Zet een heldere structuur neer, want die duidelijkheid is nodig om met plezier te kunnen sporten en fluiten. Dat is niet alleen nodig tijdens de wedstrijd, maar ook ervoor en erna. Als je voor de wedstrijd je verwachtingen uitspreekt naar andere officials, aanvoerders en coaches, weten ze aan welke afspraken ze zich moeten houden en kun je ze hier makkelijker op aanspreken tijdens en na de wedstrijd. Pas de spelregels consistent, zorgvuldig en onpartijdig toe, zodat iedereen zich eerlijk behandeld voelt. Maar dit betekent niet dat je overal voor moet fluiten. Wanneer je de juiste timing kiest om in te grijpen of juist te laten gaan, kun je het spel de ruimte geven die het nodig heeft en hou je vaart in de wedstrijd. Stimuleer sporters om gewenst en sportief gedrag te laten zien. Want een positieve sfeer haalt het allerbeste in een sporter naar boven en natuurlijk ook bij jou als scheids. Dit begint bij het uitstralen van positiviteit en respect voor, tijdens en na de wedstrijd. Je hebt er duidelijk zin in en dat steekt ook anderen aan. Natuurlijk moet je ingrijpen bij ongewenst gedrag, maar je kunt ook gewenst gedrag belonen met een compliment of een eenvoudig knikje, een glimlach. Wanneer je dit bij beide partijen doet, blijf je neutraal. Met als voordeel dat sporters leren welk gedrag je wel graag ziet. Geef zoveel mogelijk individueel aandacht, zodat sporters zich gezien en gewaardeerd voelen en je dat respect ook terugkrijgt. Hou rekening met de meestal goede bedoelingen van elke sporter. Sommige sporters blijven emotioneel rustig en anderen reageren juist vurig. Het helpt dan niet altijd om meteen strak de regels toe te passen, want dat kan ervoor zorgen dat een situatie escaleert. Je kunt ook eerst vragen wat er aan de hand is. Dat werkt vaak de-escalerend en kan je nieuwe inzichten geven. Benadruk tijdens en na de wedstrijd het positieve dat iedere sporter bijdraagt en vraag ook zelf eens om feedback. Daar leer je van en je geeft iemand de kans om een compliment aan jou te geven. Deel de verantwoordelijkheid met andere officials, coaches en aanvoerders, zodat je hen nauw betrekt bij het creëren van de sportieve loop van de wedstrijd. Je hoeft als scheidsrechter niet alle verantwoordelijkheid alleen te dragen. Betrek sporters en coaches erbij, zodat je ze de ruimte geeft om situaties zelf op te lossen. Zo hoef jij minder zelf in te grijpen en zul je merken dat de wedstrijd soepeler verloopt. Denk ook eens na in welke gevallen je van een coach of aanvoerder verwacht dat hij of zij zijn verantwoordelijkheid neemt. En bespreek dit vooraf, zodat je ze tijdens de wedstrijd kunt vragen om hun medewerking. Want gedrag verandert eerder als het vanuit de spelers of coach zelf komt. Wie je ook bent als scheidsrechter, het is belangrijk dat je doet wat bij je past. Je hebt scheidsrechters die van nature goed zijn in structureren, stimuleren, individueel aandacht geven of in het delen van de verantwoordelijkheid. Het allerbelangrijkste is, stel je open om te leren. Gebruik de 4 inzichten om jezelf af te vragen hoe je een nog betere scheidsrechter kunt worden en hoe je nog meer plezier kunt krijgen in wat je doet. Kijk op modernescheidsrechter.nl voor meer informatie en het bestellen van een praktisch boekje voor jezelf of andere officials.